We beginnen met Michel Soutz-Krisanoski. Met journalistieke, artistieke, documentaire en portretterende foto's... is hij wereldwijd een beroemd fotograaf geworden. Doorgebroken in de jaren 70 vanwege zijn seriefotografie. Sequenties, foto's in reeksen. Elke foto steeds net anders, waardoor uiteindelijk alles een vraag wordt. Hij gaat het zo zelf beter uitleggen. Die, foto's, die oude foto's uit de jaren 70 zijn nu te zien in Apeldoorn... in het museum Koda. En Morgen zal hij daar ook een lezing geven... Later kreeg hij genoeg van die sequenties, hield hij daarmee op, ging andere dingen doen. Maar komend weekende is er een expositie met nieuwe. Hij heeft het toch weer opgepakt in Galerie Planting in Amsterdam. Janowski werd ook bekend vanwege andere projecten. Henny, een vrouw over wie hij meerdere boeken maakte al sinds de jaren zeventig. Adam en Eva. Op zoek naar een echtpaar met de namen Adam en Eva. En kijken of dat een paradijs is. En de mooiste mens op aarde, hij vroeg meerdere mensen overal ter wereld. Wie vindt zichzelf? Heel erg mooi. En uh, het resultaat werd een, een fotoreeks. Geboren in 1949, opgegroeid uh, in Brabant. Woonde lange tijd overal en nergens. Heel vaak in uh, Mexico te vinden. En nu is hij hier in uh, Amsterdam. Michel Grzynowski, welkom. Leuk dat je hier uh, bent gekomen. Het is mijn genoegen, Pieter. Je, je vader kwam naar Nederland als een, als een bevrijder. Ja. Wat, wat weet je daarvan eigenlijk? Hoe die, hij hoe die hier uh, terecht kwam als uh, als Pools soldaat? Nou, in eerste instantie wist ik er niet zoveel van, omdat uh, uh, er nooit over de oorlog gesproken werd thuis. En hij als een gesloten boek was over wat hij allemaal had meegemaakt. En die man die had wat achter zijn kiezen gekregen, want die had eerst gevochten in 1939, 1940 aan de oostgrens van Polen tegen de Russen en de Duitsers. En vervolgens in 1940 in Frankrijk, waar hij naartoe ontsnapt was. Vervolgens drie, vier jaar in Engeland gezeten. En vervolgens geland in Normandië. En tot 1945 tot in Duitsland gevochten. Dus die man die had heel veel in die oorlog meegemaakt. En wat heel gebruikelijk is, die zweeg daar als het graf over. Zou je ja. achteraf zeggen dat hij dat getraumatiseerd was door die oorlog? Die man die was zeer zwaar getraumatiseerd. En dat was merkbaar voor niet alleen uh, zijn vrouw en zijn kinderen... maar bijna alle mensen waar hij mee in contact kwam. Daar kreeg hij heel snel ruzie mee, onmin. Het um, was echt een heel, heel dramatische gebeurtenis. Een moeilijke man was het. Een hele moeilijke, onbetrouwbare man. En wij als kinderen, wij waren met z'n vieren... waren als de dood zo bang voor die man. Dus wij leefden echt in grote angst uh, vanwege zijn onberekenbaarheid. Dat was gewelddadig... Uh, kon woede uitvallen krijgen. En dat allemaal als gevolg van de oorlog. Hoe kwam jouw moeder jouw vader tegen? Want, want hij was een bevrijder. Jouw, jouw moeder was uh, hier in Nederland? Ja. Eh, zij woonde in Breda bij haar ouders. En de Polen hebben Breda bevrijd. En eh, in de winter van 1944-45 kwam de oorlog tot een stilstand. Er werden Poolse officieren ingekwartierd bij de Bredaanse bevolking... En mijn grootvader was bankier, uh, gefortuneerd, had een heel groot huis. Dus die nam een paar Poolse officieren op, die op handen gedragen werden natuurlijk, want die hadden Breda onbeschadigd bevrijd. Dus uh, mijn vader kwam in huis bij, uh, bij uh, mijn grootvader en zijn kinderen, waaronder mijn moeder. En, en ze werden verliefd? Ik neem aan van wel, ja. Maar er was later weinig van terug te zien, van die liefde, als je dat zo zegt. Ja, kijk, iemand die zwaar getraumatiseerd is... die komt niet toe aan uh, houden van en uh, verliefd zijn. Dat kan niet. Het was een ongelukkig huwelijk? Zeer ongelukkig huwelijk, ja. Zeer, zeer veel strijd, ruzie. Ja. ja, heel dramatisch was dat. Wat was het ja. verder voor, voor omgeving waarin je opgroeide? Voor, voor gezin, wat, wat voor uh, familie ben je in opgegroeid? Nou ja, karakteristiek was wel dat... Uh, de, de, mijn moeder was van een aristocratisch gezin... Gekomen. Dus die ja, aristocratische leefwijze werd voortgezet. En mijn, mijn vader die kwam ook van een gefortuneerde familie... maar die waren natuurlijk alles kwijtgeraakt door de oorlog. Maar het was een hele gecultiveerde man. Heel intelligent. Hij uh, uh, was uh, ja, een hele getalenteerde man, feitelijk. Maar ook met een rijke historie en een rijke cultuur... Dus uh, ja, wij, wij groeiden eigenlijk op in een soort enclave, want we woonden in een, wat toen een dorp was in, ten zuiden van Breda. En ten noorden van Breda. Dus, uh, dus uh, we woonden op een soort uh, landgoed eigenlijk, met een uh, groot hek eromheen. En daar moesten wij ook uh, binnen blijven. Wij mochten niet de straat op om daar te spelen, want dat paste niet in het milieu. En wij mochten niet kinderen die, waar we vriendjes mee werden op school. Die mochten we niet mee naar huis nemen. Want ja, dat was de, de zoon van de schoenmaker. Of de dat, zoon van dat de Dat was te min om, om mee naar huis te nemen. Ja, dat, nou, niet dat ze dan zeiden van dat is te min. Maar dat, ja, dat, die mensen die hebben een levensstijl. En die vinden dat dat niet past. He, dat, uh, ze zijn niet bewust aan het oordelen. Maar dat, vind, dat past niet in die traditie. Wat voor taal spraken jullie thuis? Mijn uh, ouders die spraken met elkaar Engels. En dan werd er Pools gesproken, omdat er veel uh, vrienden van mijn vader over de vloer kwamen. Mensen die die uit de oorlog kenden. En mijn moeder was uh, deels Belgisch, was half Belgisch. En die spraken weer Frans. Dus er werden allerlei talen gesproken. Dat is ook een beetje aristocratisch om, om uh, vele talen te, te hebben. Nee, dat was, dus nee, op het was, het was een meer om over. praktische redenen. Hè? Dat, uh, mijn vader die sprak amper Nederlands. Dus dat was uh, meer, meer uit nood dat dat uh, gedaan werd. Kijk, Frans, dat, uh, dat ook de Russische aristocratie en Poolse aristocratie spraken Frans. Mijn vader sprak ook Frans. Maar mijn ouders spraken Engels, omdat het Nederlands niet de oplossing was. Maar als, als je vader uh, onbetrouwbaar was voor jou... en soms gewelddadig, een, een getraumatiseerd man... jij mocht niet buiten spelen, dan moet je ergens heen vluchten. Want het was ja. geen veilige omgeving. Nee. Hoe, lo hoe loste je dat op? Nou ja, wat ik vertelde, die uh, woont in een heel groot huis en daar was die gigantische tuin omheen. Dus die tuin werd, werd uh, de plek om in te vluchten en daar vrede en harmonie en rust te vinden. Dus uh, al heel jong ben ik op reis gegaan, namelijk door heel veel tijd in die tuin, tuin door te brengen, om niet al dat drama wat zich daar binnen in huis afspeelde mee te moeten maken. En wat deed je dan in die tuin? Ontdekkingen doen. Kijken. Reizen, kijken, dingen uitvinden, dingen bouwen, maken, bezig zijn. Dan leer je wel kijken als je veel tijd ergens wordt doorge, uh, moet doorbrengen waar verder niet zoveel te doen is. Ja, en je leert ook op jezelf te zijn en je leert zelfstandig te zijn. Uh, Zo'n situatie waar we het nu zo over hebben, um, daar kan je over gaan zitten klagen de rest van je leven en dan zelf ook nog getraumatiseerd worden. Maar wat ik al heel jong ben gaan doen, is de voordelen ervan gaan zien. Dus ik zag het als een voordeel van, nou, ik kan de tuin in. Ik zie het voordeel van die tuin. En ik ben al heel jong gaan fotograferen. Ik was iets van zes jaar oud, ben ik gaan fotograferen. En dat werd een grote hobby, een grote passie. En dat kwam ook omdat die situatie daar zo was van, ja, je kan beter met je eigen dingen bezig zijn. Ik weet ook nog dat uh, ik stortte me helemaal op de studie. Ook maar om maar weg te zijn van al dat gedoe. Dus ik ben als de beste leerling afgestudeerd. met een tien voor geschiedenis, en een tien voor aardrijkskunde, en een tien voor Engels. Alleen maar omdat het leuker was om te zitten studeren. dan om bijvoorbeeld in de huiskamer te zijn waar die ruzies waren en die spanning heerste. Omdat het verder niet gezellig was. Dus We... hij heeft ontzettende voordelen, getraumatiseerde vader. Hoe, hoe kwam die fotografie? Want, want als je zo jong was, hoe kwam je dan aan een, aan een eerste camera? nou, uh, mijn grootvader was fotoamateur en die had een donkere kamer. En die had dat aan mijn vader ook geleerd. En die was ook fotoamateur geworden. Dus uh, in Nederland getrouwd is mijn vader daarmee doorgegaan. En die heeft ook in het huis waar we woonden een donkere kamer gemaakt. En hij merkte dat mij dat interesseerde. En nam mij mee de donkere kamer in. Dus daar zag ik al op vijfjarige leeftijd hoe die in een ontwikkelaarsbad in een ontwikkelaars foto liet opkomen. Dus ik was er uitermate door gefascineerd. Nou was ik ook nog zijn favoriete zoon. Dus uh, ja, hij kocht voor mij een camera. Ik had mij een camera cadeau. Dus uh, al heel jong uh, ging ik fotograferen. Hij kocht filmpjes, liet die ontwikkelen, afdrukken. Dus ik kon ook echt zien. En ik had twee zusjes, dus ze waren dankbare modellen. Dus, uh, en in die tuin veel fotograferen. Dat heeft hij... Dan toch wel voor je, voor je gedaan. Ik bedoel, daar, daar zou je hem eigenlijk dankbaar voor kunnen zijn. Dat hij, dat hij jou op het pad ja. van de fotografie heeft gebracht. Ja, dat heb ik ook altijd gezien als dat hij, hij is geen vader kunnen zijn. voor zijn kinderen. Hij heeft ook drie keer het gezin in de steek gelaten, is hij weggelopen. Maar hij heeft mij een reddingsboei gegeven. Hij heeft mij niet een goede opvoeding kunnen geven. Maar hij heeft me wel een camera kunnen geven. En die camera die heeft alles in mijn leven betekend. In de zin van dat ik geen slachtoffer van die situatie ben geworden. En dat ik me daaruit heb kunnen bevrijden. En een echt eigen leven heb kunnen opbouwen. Dus dus het is een uh, fantastisch geschenk van hem geweest. Drie keer weggegaan. Dat, dat suggereert dat hij twee keer op zijn minst is teruggekomen. De, de derde keer ook. Nee, de derde keer. De derde keer was het de definitief. De derde keer was scheepsrecht daar, ja. Toen, toen ja. heeft hij het tuinhekje echt achter zich dicht gedaan. Wat, wat gebeurde er toen? Die, die vader ging weg. Werd het toen gezellig in huis? Of, of was jij toen al <coughs> zelf aan, aan het uitwaaien? Nou ja. Uh, dat is een heel verhaal op zich. en Ik weet niet of dat. Uh, nou ja, ga je gang. Ja, zo, zo interessant verder is. Maar natuurlijk was het een hele getrobleerde situatie. Mijn moeder was natuurlijk ook niet gelukkig. Door die, die stond er alleen voor en de man dan kwijt. Vier kinderen. Uh, ze schaamden zich voor het dorp. Uh, hè, want die had het uh, uiteindelijk allemaal wel doorgekregen. Uh, de pastoor werd erbij betrokken. De kapelaan, de hoofd van school. Uh, en en ik, ik was in opstand tegen de die situatie onhandelbaar. Het was een hele ongelukkige situatie waarin ik opgroeide. Dus ik verzette me uh, kon het er niet mee eens zijn, dus hij had de handen bijvoorbeeld, Dus ik ben ook verbannen naar een kostschool, naar een strenge kostschool. En, uh, waar, je ook, waar je ook overnachtte en uh, ja, dan kwam je in ja, het weekend ja. weer terug. Nou, als je je gedragen had, hè, dan mocht je één keer in de maand naar huis. Als je niet gedragen had, dan moest je in dat kamp blijven. Dat was een soort concentratiekamp. Was dat. Katholiek ook? Heel katholiek, Ja. Van die handtastelijke fraters. Die later uh, allemaal proces aan hun pij gekregen hebben. En het, uh, vrienden uit die tijd, die hebben nu 30.000, 30 50.000 euro gekregen. Omdat ze toen lastig gevallen werden door die fraters. En heb jij de, de, de vraters van je afweten te houden, of, of ben je gewoon de schadevergoeding misgelopen? Eh. <laughs> Ik denk niet dat die jongens die, die, die daar geld zijn gaan proberen binnen te halen, dat ze daar nou zoveel gelukkig van geworden zijn. Nee, maar dat denk ik, ik ook niet. Maar nee. er was een eentje die heette Fraten Frans. En die had als uh, tactiek dat hij uh, jongens uit de studie haalde en dan op zijn kamer trakteerde op uh, biertjes en sigaretjes. En dat heeft hij met mij ook gedaan. Maar ze gaan natuurlijk ook af op hoe reageert zo'n jongen en is hij bevattelijk en. Uh, dus hij begreep wel dat, uh, dat een polonaisme bij mij zat er niet in. Dus uh, ik heb geen enkel gevaar gelopen. Nou, zo, zo, dit zijn dan de eerste jaren van je leven. Toen had je die camera. Je hebt daar in, in die tijd een, een goede vriend gemaakt die later ook heel bekend is geworden in de kunst, namelijk Teun Hoks. Ja, die kende ik van die kostschool. Die was ook op kostschool uh, gedaan. En die kwam uh, vaak met me mee naar, naar waar ik woonde. En uh, we zijn gaan samenwerken ook. En uh, 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 ik heb de eer gehad om van die kostschool verwijderd uh, te zijn geworden, wegens onhandelbaar gedrag, wat ik natuurlijk als een grote overwinning zag. En toen ben ik op een, uh, op een gewone school weer gekomen, daar waar mijn moeder woonde. En daar was een hoofd van school die wel inzag van ja, die, die jongen is onhandelbaar, maar dat komt ook door ons. En dat komt ook door de context waarin die zit. Dus die begreep, daar moeten we wat aan doen. We moeten niet die jongen proberen in, in goede banen te leiden. Althans, wat zij als goede banen. Maar wij moeten ons aanpassen aan de banen die hij nodig heeft. Dat was heel vooruitstrevend, wat die uh, Charles Kreiner heette, die man. En die zei, uh, jij doet maar hier op die school wat je wil, jongen. Nou ja, dus ik begon een schoolkrant. En Teun, uh, die liet ik dan de illustraties voor de, teun, voor de krant maken... En ik schreef hem vol onder allerlei pseudoniemen. Want anders dachten ze natuurlijk van het is niet echt een succes die krant. Dus daar ja, was ik grotendeels mee bezig. Maar dat is dus die school waar ik met tiener ben afgestudeerd. Wat, wat is er eigenlijk geworden van, uh, van je, je andere gezinsleden, je, je, je zussen? Hebben die, zijn die er ook zo goed uitgekomen als jij? Want jij zei ik heb eigenlijk overal het voordeel van inleren zien. Ik heb, ik heb mezelf aangeleerd om, om alles ook als een voordeel... Te, te, doen, uh, te doen lijken, waardoor het misschien ook waar wordt. Ja. Hoe hebben zij dat gedaan? Zijn zij er, er ooit goed uitgekomen? Nou, ik zal je nu een verhaal vertellen, want ik ga natuurlijk niet over hun praten eh, zo publiekelijk, want ze leven nog en wellicht luisteren ze zelfs. Dus dat zou niet zo aardig van me zijn om dat te doen. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar um, uh, wij waren allemaal bang voor mijn vader. En uh, in dat milieu was het ook zo dat ze verwachtingen hadden wat je moest worden. En mijn broer en ik, wij moesten, zoals mijn vader, ingenieur worden. Dus ik kwam er al heel jong achter van, maar dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil fotograaf worden. En toen was ik iets van twaalf jaar oud, dat ik bedacht: van ja, ik moet dat mijn vader gaan vertellen. Dat ik geen ingenieur wil worden, maar fotograaf. Maar ja, mijn vader was dus gewelddadig en kon woede-uitbarstingen krijgen en wilde dat ik ingenieur werd. Dus ik verwachtte, nou, als ik hem dat ga zeggen, dat nou, hij slaat me in elkaar weer. En dat deed hij met een riem. En, uh, dus uh, ik was als de dood zo bang om, om dat te moeten gaan vertellen. Dus alle moed bij elkaar geraapt en bij hem op de deur geklopt. Hij had daar een eigen kantoorruimte. En naar binnen gegaan en hem het verhaal verteld: Van ja, ik kom je melden dat uh, jij wilde dat ik ingenieur word. Maar dat doe ik niet. Ik word fotograaf. En toen dacht ik, ja, nou komt het, hè? nou komt de storm over me heen. En weet je wel, dit wordt een conflict, dat wordt gigantisch. En toen zei hij tegen me, dat is goed en ik zal je helpen. En dat is natuurlijk een heel cruciaal moment geweest in mijn leven, waardoor ik nu hier voor jou zit en over mijn loopbaan kan praten, omdat ik dat heb gedurfd. Had ik het niet gedurfd, dan, dan was ik ingenieur geworden. En en een heel ongelukkig leven gehad. Had dan was je ingenieur geworden om een pak rammel te vermijden. dat dat ja. uiteindelijk nooit kwam? Ja. En ik ben de enige van de vier kinderen geweest die dat heeft gedurfd. Dus dan kan je de rest zelf wel invullen. Dat kan ik zeker. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Michel Schulz-Krisanovski... die hier te gast is vanwege een uh, expositie met uh, sequenties. Iets waarmee hij begon in de jaren 70. Ik probeerde het aan het begin uit te leggen, maar uh, het werd er alleen maar vager van. Dat heb je soms als je iets uh, uitlegt dat je niet helemaal begrijpt... of het niet helemaal onder woorden kunt, kunt brengen. Het, het zijn foto's. Je fotografeert jezelf op het strand... of op een andere plek met een schaduw... En daar breng je variaties in aan, waardoor uiteindelijk alles ja, ontheemd raakt. Waardoor jouw beeld als kijker wankelt. Waardoor je vragen gaat stellen, waar gaat dit over? Ik dat gisteren... is nou toch ook frappant? Je zegt eerst van, ja, ik kan het niet beschrijven. En nu geef je een perfecte beschrijving ervan. Nou, misschien, misschien uh, kunnen we kijken of we nog iets... Uh, Voorbij perfectie kunnen dan. <laughs> of nog een hoger niveau kunnen aanraken. Ja, ja, ja. Ik ben gisteren uh, gaan kijken naar de, de oude foto's die in, in, het, uh, in Apeldoorn uh, hangen. En uh, die zijn volgens mij iets anders dan, dan de nieuwe. Maar, maar laten we daarmee beginnen. Hoe, hoe kwam dat idee bij jou op? Want het was toen relatief nieuw om in de fotografie niet iets in één beeld te vertellen. Maar om in, in reeksen te gaan werken. Ja, dat werd niet gedaan. Dat was de, de eerste die, die dat ging doen. Maar het had ermee te maken dat, uh, uh, waar we het allemaal net over hadden, toen ik begin, of toen ik uh, 18, 19, 20 jaar was, was ik natuurlijk in grote verwarring, omdat er geen basis onder mij gelegd was als kind in, in dat gezin. Dus ik moest, moest mijn eigen positie in het leven gaan bepalen. Ik moest zelf gaan uitzoeken uh, wie ik was, waar ik stond, waar ik heen kon. En die zoektocht uh, heb ik gekoppeld aan fotografie uiteraard... omdat dat uh, zeg maar in mijn bloed zat. Dus um, als je dan... Uh, ik ging dan naar Schiermonnikoog toe en daar op zo'n grote zandvlakte stond... en dan komen al die existentiële vragen met de wind die daar waait op je af. En dan ligt het snel voor de hand om... als je je dan denkt van waar sta ik nou eigenlijk in het leven om dat in foto's te vertalen, namelijk in meer dan één. Want waar je nu staat, sta je niet dadelijk. En, en zelfs al zou je daar staan, dan is alles om je heen misschien vervlogen ver, ver, of, of, of ja, ver, uh, verplaatst. Ja, ja. Dus het wordt dan een zoektocht van hoe, in hoeverre kan je daar houvast aan krijgen. En dat is de opgave in het leven ook om uh, een gevoel van zekerheid te hebben en rust en harmonie dat je in ieder geval een idee hebt van waar je staat. Dat moet je zo op een of andere manier diep in je systeem zien te krijgen. Dus dat moet je gaan onderzoeken en proeven ondervindelijk, stapje voor stapje. Kom, kom je daarachter waar je staat? Je was ontworteld en je zocht naar een plek en dat deed je aan de hand van die, van die foto's. Juist. Je afvragen, wat, wat is eigenlijk een plek? Wat Juist. is eigenlijk ergens zijn? Ja. Waar gaat dat over? Wortelen. Wortelen. Daar werd je op slag beroemd mee. Vanaf dat moment was je een zeer succesvol fotograaf in de wereld. Ja. Toch ben je er op een gegeven moment mee opgehouden. met het maken van die, van die reeksen die je juist zo beroemd hadden gemaakt. Ja. Was dat aan een moment gekoppeld? Nou, weet je wat het is. Uh, in, in, in die, de fotografie begon toen heel sterk op te komen als kunstvorm ook, omdat het daarvoor niet als kunst erkend werd. Dus ik kwam zeer sterk op in kunst, en in die golf ben ik ook meegegaan. En, uh, en niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, uh, Engeland, Duitsland, Amerika. En ben daar betrokken geraakt bij galeries, uh, bij kunstverzamelaars, bij critici. Uh, en die, die wereld die is wel heel apart. En die kun je pas leren kennen als ze je werk accepteren. Wat, wat jij dan succes noemt. Maar dat, en dan accepteren ze jou ook en word je in die wereld getrokken. En kom je in die wereld terecht. En die wereld is natuurlijk heel anders dan op het strand staan en foto's maken. Dus dat, dat ligt heel ver uit elkaar. Dus ik heb me in die wereld laten trekken. Dan een appartement gekregen in New York en daar een tijd gezeten. En boeken kunnen publiceren. En van alles en nog wat komt daarbij kijken. Maar. In die wereld begreep ik dat ik niet mezelf kon zijn. Want mezelf zijn is die zoektocht, die, die een groei is, die een persoonlijke groei is om, om die uit te voeren en die tot uitdrukking te brengen, dat zie ik als de taak in mijn leven. Dat is een soort contrast. Want eigenlijk ja. ben, je, ben je naar binnen gekeerd, op, op zoek naar een uh, essentie in jezelf, niet, niet in de in je omgeving, niet in de wereld. Maar uh, je, hebt, je hebt al jong geleerd om, om je af te zonderen en het daar maar in te zoeken. Nee, in, niet in de... te zoek in die afzondering, maar die afzondering te gebruiken om diepte in jezelf te bereiken. Waardoor je een gebalanceerd, harmonieus persoon wordt die bezig kan zijn met zichzelf steeds completer te maken als mens. En dat stond in contrast met, met Galerische openingen, interviews, nou ja, noem maar op alles ja, wat komt kijken een, bij. Een wereld van materialisme, hypocrisie. Epigonisme. Het is een hele, he hele onaangename wereld waar je, waar je eh, niet lang ook in kunt verblijven. Je brandt op daar. Het gaat ook gepaard met drugs, met alcohol, met eh, partners. Weet je, het is een, een heel slordig leven. Dus je, je verliest jezelf in zo'n zo wereld. En dat was ook nooit jouw ambitie om, om aanbeden te worden of gevierd? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Natuurlijk wil je aanbeden worden. Maar als het dan gebeurt, dan merk je dat het niks is. Dat, dat degenen die dat doen, dat die buitengewoon on, oninteressant zijn. Maar in eerste instantie wil je het wel. Hetzelfde met geld. Ik, ik wilde heel veel geld hebben. Dus nou, dat lukte net. En toen, toen dacht ik, ja, maar wat is het nou? Het is, dat is ook niks. Weet je, maar op het strand staan en creëren... en, en ontdekkingen doen en fotografie maken waar... Waar je je zeer opgewonden door gaat voelen. Dat je. alsof je door de Goden geschenken aangereikt krijgt. Dat is, dat is het. Hoe heb je je eigenlijk onttrokken aan, aan dat, dat bestaan? Want je, je hebt op een zeker ogenblik ook een, een huis gekocht in, in Amsterdam. Dan, ja. nou uh, ja, zoals dat gaat. kies je een huis uit, betaal je de prijs. en dan ga je. praten met de, de hypotheker ergens op de crossroads. En dan verkoop je je ziel aan, uh, aan de financieel. Uh, Adviseur, hoe, hoe, hoe heb je je daar aan ontrokken? Want, want eigenlijk, zoals je het nu zegt, is jouw doel in het leven juist om, om helemaal geen ankers uit te gooien? Geen... Nee, maar kijk, dat, die, die, dat gedoe in dat onroerend goed, dat heb ik nog in die periode gedaan dat ik aan het uitzoeken was van wat past bij me, wat past niet bij me. Een grote auto, Range Rover, he, allemaal dat soort dingen, om erachter te komen van ja, dat, dat is het ook niet. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid. Dat ik nu al twaalf jaar uh, zonder woning leef. Ik heb geen huis meer. Ik heb geen vaste woon- en verblijfplaats meer. Ik heb geen spullen meer. Ik heb niks meer. Ik heb uh, twee pantalons en één trui. En uh, leef dan hier, dan daar. Dus helemaal onthecht. Ik heb me helemaal onthecht. En dat was ook je bedoeling? Nee, ja, dat, dat gebeurt. Dat, kijk, ik zit in een ontwikkelingsproces. Ik zie het leven als een leerschool. Ik wil meer, meer en meer compleet mens worden. Dus dat betekent dat je door stadia gaat. En omdat ik een student ben, leer ik elke keer. Dus ik, ik leer uh, de wens te hebben om een grote auto te willen bezitten. En, wanneer ik, en dan streef ik daarna. En wanneer ik hem dan heb, dan begrijp ik, ja, dit is het niet. Dit geeft geen voldoening en dit bevredigt niet. Dan stoot ik dat af. Dan heb ik dat geleerd. Dus dan hoef ik dat niet meer te doen. Dus ook met mijn huis. Ik heb een heel groot huis gehad in Amsterdam. En toen in Spanje. En ja, dan liep ik door dat huis en dacht ik: Nou, dit is dus mijn huis. En, en weet je, vier etages en uitzicht op de Middellandse Zee. En dan ik: Ja, dit, dit is het ook niet. Weet je, dan nou heb ik het, maar nou, nou begrijp ik dat, dat het niks is. Bezittingen zijn ook een soort, soort last. Je, je ja. kunt ook ankers gooien, uitgooien op andere manieren. Dat je, dat je een gezin sticht, bijvoorbeeld. Dat, dat heb je ook niet gedaan. Nee, dat heb ik ook niet gedaan. En daar heb ik ook niet naar over, overigens. Nee. Maar nee. Want kijk, als je in zo'n leerproces zit en je wil een beetje opschieten, hè, dus echt heel veel leren in de tijd die je krijgt om te leven, ja, dan, dan heb je daar geen tijd voor. Dan, uh, dat zou maar afleiden en je remmen. Dan, uh, dan krijg je verplichtingen ten opzichte van je partner en van, vooral van je kinderen. Dan, uh, dan, dan geef je je leven voor een groot deel weg. Dat is voor, voor, ik vind het knap als mensen dat kunnen. Maar ik, ik zou daar niet uh, een rol voor mezelf. Dus uh, daar heb ik nooit voor willen kiezen. Vaak zat je in, uh, in, in Mexico, waar je, waar je woonde in een soort kerven, Een soort, soort trailer. Met, met heel weinig spullen. En waar je ook vaak, vaak lange periodes helemaal alleen ja. bent. Of, ja. of was. Ja, klopt. En dan, dan ben je bezig met introspectie, plaatsbepaling? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, eh, 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 als aan de zondag in de Eduard Planting Gallery in Amsterdam... opent eh, de tentoonstelling met het meest recente werk... Eh, wat ik gemaakt heb eh, in 2016 en een deel van 2017. Dus dat hele lange periodes eh, heel geconcentreerd bezig zijn... met het maken van dit soort werk... dat eh, ben ik opnieuw weer gaan doen. En eh, om, om werk te kunnen maken wat interessant is, wat diepgang heeft, wat iets van betekenis heeft, niet alleen voor mij, maar ook voor het publiek, moet ik een bepaalde levenswijze hebben. Namelijk alles elimineren wat me kan verstoren. Waardoor eh, ik geprepareerd raak om bepaalde ideeën te krijgen die ik tot uitdrukking kan brengen in die foto's. De sequenties zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk kleine ontdekkingen van visuele evenementen. Die anders zijn dan anders, die niemand ooit nog gezien heeft. Dat maakt het ook een vrij moeilijke discipline, omdat je niet een variatie kan maken, want dan verzwakt het. Dus elke sequentie moet iets origineels hebben, moet niet lijken op een ander, en moet verrassen en verwonderen. Dus die lat die ligt ontzettend hoog. Dus dat betekent dat, uh, dat ik uh, een deprivatie op mezelf moet toepassen. Dus alles elimineren wat me kan verstoren, alles wat me in bezit kan nemen. Alles wat, wat, wat kan afleiden of wat in de weg staat van wat je eigenlijk wil moet, moet eruit. Ja. Spullen, verplichtingen, eh, nou ja, hypotheeklasten, eh, woekerpolis, maar ook drank, drugs, ja. seks ja. ook. Uh, voor voor uh, voor een groot deel wel, ja. ja. Nou ja, dat houdt dat brein natuurlijk ook enorm. Ja. Maar kijk, bezig. wat er gebeurt is dat. Uh, ik zit periodes van vier weken, omdat uh, ik kan voor vier weken water, propaan en voedsel meenemen. Dus ik kan het vier weken uithouden en dan moet ik terug naar de stad. Um, dus ja, in die vier weken ben ik echt dag en nacht bezig te denken: van hoe kan ik dit maken, hoe kan ik dat maken? En, en daarmee prepareer ik mijn geest om die invallen te krijgen, om die ideeën te krijgen. Dus ik denk niet aan seks, omdat ik zo totaal in beslag genomen word door het creëren, het, uh, het creëren van uh, authentiek, origineel, spannend werk. Dus dat trekt je ook heel erg aan dat werk. Het, het, is, het heeft ook een enorme, het is ook een drang in jou om dat te doen. Het is niet iets waar je jezelf toe moet zetten. Het is juist nee, 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 nee. Iets, iets dat aan jou trekt. Ja, nou en af. Wat zijn dan die momenten waar je naar op zoek bent? Kun je zo'n moment omschrijven dat je dat je weet? Nu heb ik een hele goeie. Nou, het, het, elke ochtend ga ik met de camera naar het strand toe, zonder te weten nog wat ik ga maken. En met gevoelens van onzekerheid en angst, en, en niet weten of, of het weer zal gebeuren. En ook wetende, ik kan het niet afdwingen. Het, het moet als vanzelfsprekend komen, op een hele natuurlijke manier. Ik mag het niet gaan forceren, ik mag het niet gaan afdwingen. En ik zie het eigenlijk symbolisch meer als van dat ik uh, daar sta als een ontvanger... en dat het vanuit iets anders of van iemand anders... wordt het me geschonken. En mijn rol is om het door te geven aan jou... en de mensen die bijvoorbeeld naar de tentoonstelling gaan... of die, die mijn boeken kopen. Dus Je ik bent ben een, een antenne. Een intermediair ben ik. Dus het, het, ik ben ook niet in die zin trots op mijn werk... van dat heb ik gedaan. Nee, ik heb me beschikbaar gemaakt. En het is in me gekomen... Hoe dat precies is, dat kan niemand weten. Maar het is in me gekomen en, en dat druk ik uit. Dus als dat gebeurt... Uh, ja, dat is buitengewoon magisch natuurlijk. Omdat uh, je hebt het niet bedacht, je hebt het niet afgedwongen... je hebt het niet gewild. Uh, en het komt als een cadeau komt het, uh, in je terecht. Maar dat vind ik interessant, omdat, omdat je vrij bent van verwachtingen. En, en dat is dat ziet wat, wat je maar, maar zelden natuurlijk bent. Vrij van verwachtingen. Je ja. gaat naar de strand met die camera... Uh, nee, dat, dat brein is natuurlijk op allerlei manieren aan het, aan het projecteren. En om daar te staan en niet een soort hoop, angst, verlangen te hebben ja. van wat er gaat gebeuren, dat, dat, dat vergt natuurlijk al een, een soort staat. Om, om dat voor elkaar te krijgen, om daar, daar zonder enige verwachting te ja. zijn. Ja. Je kunt het ook vergelijken met uh, je, je, je moet het niet willen. Uh, je, je kunt dat vergelijken van: als jij verliefd wil worden, dan gaat dat niet lukken dat overkomt je en in, in kunst is dat ook zo een, een interessant werk ontstaat niet omdat de kunstenaar dat wil, maar omdat de kunstenaar het gestopt is met willen en wanneer je stopt met willen en wanneer je in staat bent om geen verwachtingen te hebben en wanneer je in staat bent om je niet te laten domineren door gevoelens van onzekerheid en angst en twijfel, ja dan ontstaat er ruimte in jezelf. Dat in je geest dat kan opkomen of dat je het in je geest kan ontvangen. En daar ben ik heel jaren mee bezig geweest. Met dat te bestuderen, maar ook daar oefeningen voor te doen. Meditatieoefeningen, concentratieoefeningen, uh, visualisaties, uh, haast therapeutische uh, processen, om maar in staat te zijn. Dat te doen. Want je moet je wel voorstellen dat. die sequenties. oorspronkelijk heb ik gemaakt van 1970 tot 1985. Dus 15 jaar lang. steeds naar het strand gaan. En steeds op dat strand mezelf. beschikbaar maken om. Uh, werk te maken. En dan werk wat niet mag lijken. op wat al gemaakt is. wat elke keer oorspronkelijk moet zijn. En de, nu na zoveel jaar dat opnieuw weer gaan doen. Opnieuw weer op dat strand staan. Door dat is tergend zo wat. Hè? En waarom het strand? Hoe kwam het strand nou ja, nee, in, je, in, je, in kijk, je leven? Dat is meer communicatief. Hè? Dat, het gaat niet om dat strand, dat strand is een decor. Maar toch sta je altijd op het strand en in de jaren zeventig ook. Dus, dus er moet ooit een moment zijn dat, dat je besloot om naar een strand te gaan. Nou ja, omdat kijk, ik, ik voel dat ik iets moet communiceren aan de andere mensen. En wat ik communiceer is een visueel evenement, wat gebeurt in die sequentie. En de aandacht moet gaan naar dat visuele evenement. En dat vindt plaats in het decor van het strand. En ik kies voor dat decor omdat dat een universeel decor is. Dat wordt door iedereen herkend. En het leidt niet af van het visuele evenement wat daar plaatsvindt. Dus het is het ideale decor omdat het, omdat het al bekend is en mensen meteen weten waar, waar het over gaat, ja, namelijk dus, een, een, ja. een, een, een strand. Ja, dus ze kunnen zich ook voorstellen dat ze eventueel daar zelf hadden gestaan. En ze zien een schaduw die, waar iets mee gebeurt. En ze kunnen zich voorstellen dat dat, 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 dat hun had kunnen overkomen. En dus is, je, je bouwt een hoge mate van zelfidentificatie in. in. Kom je als kind weleens op het strand? Ik heb het leren lopen. Op het strand? Op het strand. Mijn moeder was dol op de zee en die huurde een vleugel van een hotel in Zoutelande af elke zomer gedurende een maand. En van mijn, van, uh, toen ze zwanger was van mij was ze daar al. Dus ik ben vanaf dat ik geboren ben tot mijn zeventiende, achttiende elke zomer naar het strand van Zoutelande geweest. Dus er zit ook een soort geluksgevoel. Weg, weg uit dat wel, huis ja. waar, het, waar het niet gelukkig Wellicht was... Wel. naar het strand waar ze ja, vrijheid dus, was. Pieter, dat is wel een beetje psychologisch psychologische. Ja, en daar hè. heb ik heel nee, niet voor gestudeerd. Maar ik, nee, ik dacht, nee. ik uh, ja. probeer hem gewoon. Nee, maar ja, goed, het zou best kunnen. Maar uh, ja, het zou best kunnen. Wie weet. Wel, ja. Michel Schulz. Chris Zanowski zit uh, tegenover me. We hebben het... Uh, al gehad over zijn uh, sequenties die hij in de jaren zeventig maakte... waar hij beroemd mee werd, die hij nu voor het eerst uh, weer zal exposeren... vanaf zondag in Amsterdam. Hij vertelde over zijn uh, jeugd, uh, zoon van een Poolse bevrijder... met een oorlogstrauma in een groot huis in Brabant... waar het niet gezellig was. Uh, een moeder die, uh, die, die gebukt ging, ook onder die vader een slecht... Huwelijk en de jongen die vluchtte in de fotografie en in de tuin, zolang het kon, tot hij naar de kostschool uh, moest. Vader was inmiddels uh, na drie keer vluchten weggegaan uit de gezinssituatie, maar had ze zo'n twee dingen geschonken: een camera en toestemming om door te gaan in de fotografie. En daarmee is er eigenlijk iets dat hem heeft geholpen. Je ziet het als een positieve ervaring, zo'n zo jeugd. Die plaatsbepaling dat werd voor jou belangrijk. Waar sta ik in de wereld? Wie ben ik? En dat werd eigenlijk een belangrijke basis van dat werk. Alleen door het succes kwam je erachter dat, dat je helemaal niet thuis was in die kunstwereld, in de wereld van succes, maar dat je, dat je veel meer uh, streeft naar iets in jezelf te vinden, jezelf verwezenlijken. En dat doe je het liefst zonder, uh, zonder bezit, zonder huis, zonder hypotheek, zonder kinderen, zonder ankers, zonder ketens en zonder verwachtingen. Heel belangrijk. En zo werk je in afzondering, vaak op het strand in Mexico, waar je wacht tot het, tot het kunstmoment zich aan jou aandient. Je hebt nog niet verteld waarom je weer bent begonnen met die sequenties. Je had het afgesworen, de kunstwereld, en nu exposeer je weer. Wat is er gebeurd? Ja, nou, uh, het heeft een, een aantal redenen. Een uh, van de redenen was dat uh, naast sequenties maak ik ook conceptuele fotoprojecten. Zoals onlangs Adem en Eva, om dan op zoek te gaan naar een Adem en Eva en die te documenteren. Of uh, iemand die het dichtste bij het geografische centrum van zijn land leeft, een man in Amerika. Of uh, uh, wie vindt zich de mooiste van de wereld in tien landen verspreid over de wereld. En dat zijn fascinerende fotoprojecten, die hebben ook een sociale en maatschappelijke rol. Wat, wat ik nastreef. Dat ze het publiek de kans geven om meer inzicht te krijgen in sociale processen of uh, uh, situaties, beter begrijpen, et cetera. Um, maar dat is slechte business. He, die, die, dat publiceren vroeger kon vrij makkelijk en was financieel interessant. Maar dat is nu niet meer zo. Het is nu heel moeilijk geworden om dit soort series gepubliceerd te krijgen. En um, financieel uh, levert dat amper iets op. Een vrij aardse motivatie? Nou, iets heel moeilijks gepubliceerd te krijgen, dat is geen... Uh, Aardse materiële motivatie, omdat het te maken heeft met fotoredacteurs. Nee, maar ik bedoel dat je dat je weer bent begonnen, ik, ik liep één stap vooruit. Die zei ja het is heel moeilijk om, om die sociale fotografie te doen. Toen, toen vulde ik eigenlijk al in dat je, dat je dit ook een beetje doet om omdat er meer geld in zit. Of ging daar te snel? Nee, het gaat er dan om dat uh, bijvoorbeeld uh, de, de mooiste mensen van de wereld heb ik in tien landen wereldwijd gedaan. En dan steeds met een team uh, naar die landen toe, hotel. Het uh, uh, so, is heel duur om dat te doen. En dat, uh, daar verlies je zwaar op. He, dat door, door het dan later te publiceren komt er wat terug, maar lang niet als wat het kost. Dus dat, je kan het niet, je, je, daar kan je niet blijven volhouden. Dus je kan het wel een beetje soms redden met uh, subsidie of uh, zoiets, maar dat, dat kan je ook niet elk jaar krijgen. Maar, maar zeg je daarmee dat je dat je weer bent begonnen met de sequenties, ook wel gewoon uh, omdat er meer geld in zit? Nee, het, het gaat er meer om dat uh, uh, ik vind dat ik een boodschap heb, die ik graag presenteer aan het publiek. Dus ik wil graag die boodschap aan het publiek kwijt. omdat dat zin aan mijn leven geeft. Dan kan ik van betekenis zijn voor andere mensen. Dus als het niet kan via die fotoprojecten. omdat het financieel niet rond te krijgen is. dan doe ik via die sequenties. omdat hopelijk dat wel rond te krijgen is. Dat is, dat is duidelijk. Ik wil, ik wil het ook nog hebben over één. Je hebt zoveel mooie projecten gedaan. maar ik, ik wil er één uitkiezen. omdat die uh, bijzonder is. en ook al heel lang loopt. Namelijk de boeken die je hebt gemaakt. over of met uh, Henny. Dat begon in de jaren zeventig. Een werkende jongere. Een meisje dat werkte in de koekjesfabriek. Tegenwoordig is dat een machine, denk ik. Maar zij moest de koekjes in een trommeltje stoppen. En zo, zo zagen haar dagen eruit. Jij ging haar documenteren. Niet alleen haar werk, maar ook, ook haar leven. En bent dat eigenlijk altijd blijven doen, volgens ja, mij. Ja, en nog steeds. Er zijn nu zes boeken. Waarmee ze de enige vrouw in de wereld is die zo lang gedocumenteerd is... En het plan is om met de tijd het zevende boek te maken. Een, een bijzondere vriendschap, maar ook om, omdat jullie uit zo'n andere wereld komen. Jij komt uit een beetje een aristocratische familie. Zij komt eigenlijk uit een, uit een, uh, een, een nest waar, waar het al vanaf het begin heel moeilijk was. En zij heeft ook een heel ander leven gekozen: zes kinderen bijvoorbeeld. Dan jij, en toch, toch vinden jullie iets in elkaar. Is er, is er een wederzijds enorm respect, bewondering, en zoeken jullie elkaar steeds weer op? Wat, wat, wat is dat? Ja. Ja, dat is. Uh... Kijk, van haar kant weet ik dat niet. Tenminste, uh, uh, ik heb wel een idee, maar dat moet ze zelf zeggen. Maar ik ben erg gefascineerd door haar leven, omdat het zo ontzettend anders is dan mijn leven. En dat zij zo ontzettend verschilt in hoe ze denkt, hoe ze handelt, de beslissingen die ze neemt. En daar dat, dat, dat kijk ik met fascinatie naar. Omdat ik zou het zelf nooit zo doen. Maar zij doet het wel zo. Dus het is een enorme fascinatie voor haar leven. En ook fascinatie voor wat haar allemaal overkomt. Want het is echt ongelooflijk wat die vrouw allemaal overkomt. Uh, inmiddels dat, daar is nog niet een boek over, maar dat hoop, hoop ik dus te gaan maken, is. Uh, Vorig jaar haar tweede man overleden en een maand geleden is haar oudste zoon overleden. Dus die vrouw die maakt in haar leven een tegenslag mee. Vandaar dat het zesde boek heet ook van het zit best wel tegen. Maar dat blijft gewoon zo doorgaan. En haar karma, dat is, dat is echt ongelooflijk. Maar dat is vanaf de jaren zeventig al. Want het, het was ja. een, een, een vrouw uh, die in een fabriek kwam, kwam te werken. Uit een, uit een vrij uh, arme omgeving waarin ze opgroeide. Ja. Een, een incestverleden. Uh, bij haar werd ADHD uh, geconstateerd. Ze heeft zes kinderen met, met alle aandoeningen die, je, die een dokter kan diagnosticeren. Ja. Een, een man die alcoholist was. Daarna een andere man waar ook weer, weer problemen waren. Geldzorgen, uithuiszettingen, uh, processen, procedures, bureaucratie. Het is eigenlijk één grote ellende. En toch niet ja. in die boeken. Die boeken gaan niet over ellende. Nee, maar dat is een interpretatie. Hè? Dus ik begrijp wel dat jij zegt: wat een ellende. Maar zo ervaart zij dat zelf niet. Ze zegt, ja, het zit best wel tegen. Dat is wel wat anders dan zeggen: van mijn leven is ellende. Dus zelf ervaart ze dat niet zo. En elke keer worstelt ze er weer uit. En het is echt fascinerend toe, hoe dat gaat. Dus, uh, maar bijvoorbeeld, die, de meeste van haar kinderen die wonen nog bij haar. En die hebben zo'n ongelofelijke band met elkaar. Zo'n liefde is er tussen die mensen zonder dat het flats wordt. En, en dat soort. Prestaties leveren ze ook. Dus je kan niet zeggen: van ja, het is ellende. Er gebeuren heel veel moeilijke dingen, maar er zijn ook heel veel mooie dingen. Hè? Dus als je daar goed en objectief en zorgvuldig en liefdevol naar, naar ze kijkt, dan kan je daar niet uh, een, een, een negatief boek over maken. Dat zou ook makkelijk zijn. Hè? Dat, uh, veel fotodocumentaire. Makers die doen dat ook. Hè? Dan lig je het uh, drama lig je eruit, dat vergroot je enorm en dat, daarmee uh, verbijster je het publiek. Uh, dat is de orthodoxe manier. Maar dat vind ik heel gemakkelijk en uh, manipulatief. Uh, vandaar dat ik ook, wanneer ik zo'n boek maak, dan, zo'n laatste boek, ben ik, ben ik een jaar lang, ben ik uh, elke week naar ze toe gegaan om ze in hun leven te volgen. Om een heel gebalanceerd beeld te kunnen geven van hoe hun leven is. Dat vind ik het mooie, dat, dat, dat jouw blik is, is liefdevol, vriendschappelijk, vol respect. Maar er zit ook een bewondering, een, een, volgens mij een reusachtige bewondering van jou in voor die vrouw, voor, voor hoe zij leeft. Terwijl ze eigenlijk het leven leidt waar jij bang voor zou zijn. Namelijk aan alle kanten geketend door dat leven. Ik bedoel, zij kan al niet naar Mexico vertrekken morgen. Nee, gaan. maar dat, dat zou ze ook niet willen. Zou, nee, iedereen nee. leeft zijn eigen leven, maar, maar het, het is grappig dat het jou dan toch zo fascineert terwijl het zo verschillend is. Ja, maar ja, je moet natuurlijk ook beseffen dat eh, zij en jij en ik, wij nemen beslissingen in het leven. Dus veel van de problemen die ze in haar leven heeft, zijn het gevolg van beslissingen die ze heeft genomen. En ik ben niet zo gefascineerd door die problemen als wel dat zij die beslissingen zo neemt want dan kan je, je afvragen waarom beslist iemand op die manier waardoor er al die problemen ontstaan en vaak weet ze het ook dat door die beslissingen te nemen. Dus wij nemen beslissingen waardoor we proberen te vermijden dat er allerlei problemen ontstaan en daardoor leven we anders dan Henny. Maar Henny die neemt soms beslissingen waarvan je kan afvragen is dat wel verstandig om te doen? Zo heeft, maar ja, dat, dat, is, dat is ook weer dubbel. Want ze heeft zes kinderen. Daarvan kan je zeggen dat is niet handig als je, als je geen, uh, geen heel vet inkomen hebt. Aan de andere kant is dat haar grote geluk. Dat is ja, waar haar zij, leven over gaat. Zij heeft altijd gedacht ik wil een groot gezin. En dat heeft ze ook gewoon gedaan. Dus ze heeft ook echt uh, Ari uh, uitgenodigd om mee te werken om die droom werkelijkheid te maken. Dus het was niet precies Ari's keuze. Maar dat, dat is ook fascinerend dat, kijk, wij zouden zeggen van, is dat nou verstandig om zes kinderen te maken als je het financieel niet ruim hebt? Dat moet je eigenlijk dan niet doen. Weet je, dus dan wij doen dat niet. En zij moet dan kiezen tussen, het zal dan een probleem worden, want we hebben niet veel geld, maar ik heb die droom en die behoefte om een groot gezin te hebben, om met z'n allen samen te zijn en die liefde te, 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 ervaren. Dus die kiest dan voor die liefde. Dus wie gaat nou zeggen van, dat wij gelijk hebben en zij ongelijk? Weet je, zij, zij krijgt ook heel veel terug daarvoor, voor die beslissing. Maar, maar je, ik vind het fascinerend hoe ze dat beslist. Dat ze dat beslist. Die keuzes maakt. Ja, wij, wij kunnen dat niet eens. Wij worden tegengehouden door wat we ons voorstellen. Wat dan ellende is in on, onze gedachtegang. Maar je hebt altijd gezocht naar, naar een soort plaats op de wereld, een plaatsbepaling. Wie ben ik? Waar hoor ik thuis? Ja. Waar, waar bevind ik mij? Ja. Zij heeft die plaats. Ja, maar dat verschilt per mens natuurlijk, hè? Dat, uh, hoe, hoe, wat voor mij mijn plaats in mijn leven is, dat is heel specifiek aan mij gebonden. Maar heb je die gevonden? Weet je, ja, weet je ja, wat je ja. plek is? Ja, hier, waar ik ben. Waar je bent. Ja. Nu hier. Ja, nu hier. Voel me helemaal thuis hier en, uh, Zondag in tevreden, Amsterdam en, en, ja. en dan weer in Spanje, dan weer in waar Mexico. Waar ik ook ben, voel me helemaal thuis en. Voel me gezellig en warm en tevreden en gelukkig. Zoals Barvinge zou zingen: waar je hoed maar neerlegt. Ja, en de, en de Kozakken zeggen het ook: hè. Ik, ik, ik ben waar mijn kamvuur brandt. Is, is dit het, het, het leven geworden? Want, want je, je zei: ik heb een verwachting en dan los ik die in. En dan denk ik: nou, dat was het ook niet. En dan ga je door naar. naar en zo raak je langzaamaan bevrijd van al die verlangens en wordt het steeds meer tot een soort essentie teruggebracht. Ja. Ben je nu terechtgekomen in het leven dat je wilde leiden? Ja. Ja. Ik had al een voorstelling toen ik 14, 15 was... van uh, wat ik wil is reizen, fotograferen... en doen wat ik zelf wil. Nou, dat, dat doe ik al heel mijn leven zo. En, en de liefde? Wat... Hoe bedoel je de liefde? Welke rol speelt, speelt de liefde in jouw leven? Ja, maar dat is een heel breed begrip. Dus dat moet je meer preciseren dan, Pieter. Nou, nou, nou laat ik zeggen, leef je alleen? Is, is dat waar je op uit bent gekomen? Nou, meestal niet, nee. Meestal niet. Dus, dus je, hebt, je hebt het ook gevonden op een manier dat er mensen met je meegaan of meereizen? Of ja, dat, je, ja. dat je mensen hebt gevonden? Ja. Maar dat. Ehm. Uh, dat is niet iets vaststaans voor lang. Kijk, bij een kunstenaar is het zo dat het allerbelangrijkste is het kunstenaarschap, het creëren, het, het werk. Wat geen werk is, maar het creëren. Dus de, alles is daaraan onderhavig. Dus ook de liefde. Dus de liefde is, is iets wat daarnaast staat. Omdat uiteindelijk gaat het jou om, om die openbaringen die ze aan jou aandienen. Ja, dat, dat ik mijn rol als intermediair goed vervul. Kijk, als ik me ga bezighouden met relaties en, en liefdes zoals jij dat ziet, dat is dan heel gezellig en leuk. Maar ik sta mijn tijd wel te verdoen, omdat ik die verplichting heb om in intermediair te zijn. Dus dan heb ik minder resultaat, minder diepgang, minder werk te laten zien aan de mensen die daar dan de prijs voor betalen. En dat, dat mag niet. Ja, als kunstenaar heb je een roeping. En die roeping, die, die probeer ik 100% te doen. Je, je leeft het leven dat je, dat, je, dat je moet leven. Dit, dit is jouw bestaan. Ja. Je, je, je gaat voor de essentie. Je laat je niet afleiden door wat dan nee. ook. Nee. Je, sla, je slaat de zijpaden over. Ja. Zondag uh, is de, de opening. In, uh, in Bij in Eduard planting. Bij Eduard Plantin. Hij, hij, is, hij is ook een belangrijk iemand geweest in de beslissing om weer sequenties te gaan maken, omdat hij als galerie is, speelt een belangrijke rol in de brug naar het publiek toe. En hij, ik ben, mijn werk is vertegenwoordigd geweest door behoorlijk wat galeries in allerlei landen. En nu voor het eerst heb ik eigenlijk een galeriehouder waar je je veilig en thuis bij kan voelen. En dat is iets heel unieks. En, en Nederland mag blij zijn dat ze zo'n galeriehouder als uh, Planting hebben. Omdat je als kunstenaar je daar zo uh, beschermd en thuis voelt... dat je daardoor daar kan doen. Meer, dank je wel. meer kan presteren. Michel Schultz, Chris dankjewel. dank je wel.